Hey, en goed dat jullie kijken naar weer een nieuwe GPFan special, namelijk het leven van Christian Albers. Christian heeft namelijk ook een aantal jaren onder de Nederlandse vlag in de Formule 1 gereden, maar om dat hoogste podium uiteindelijk te halen, moest hij wel een zwaar pad bewandelen. Maar laten we beginnen bij het begin. Christian is op 16 april 1979 geboren in Eindhoven, wat hem vandaag de dag 41 maakt. Hij is de zoon van André Albers, grote naam in de wereld van de rallycross. Albers senior werd in 1979, het jaar waarin zijn zoon dus geboren werd, namelijk Nederlands internationaal rallykampioen in de GT-divisie. Werd dan ook snel duidelijk dat Christian zijn heil niet ging zoeken bij PSV Eindhoven. In plaats daarvan stapte hij in een kart en dat deed hij zeker niet onverdienstelijk. Want al in 1997 werd Albers Nederlands kampioen. Daarnaast pakte hij de titel in de Benelux Formule Ford 1800. En in 1999 won hij de Duitse Formule 3 series. In het jaar 2000 speelde Christian zich voor het eerst echt op internationaal niveau in de kijker. Bij het ingaan van de nieuwe eeuw verscheen hij namelijk voor het allereerst in de Formule 3000. Zijn jongensdroom die leek in vervulling te gaan en de koningsklasse die kwam steeds dichterbij. Maar goed, niets bleek echter minder waar te zijn. Zijn avontuur in de Formule 3, dat mislukte. Waarna zijn management hem liet vallen en hij zonder stoeltje kwam te zitten. Ook was het geld op, waardoor Albers geen kant meer op leek te kunnen. De hardnekkige Eindhovenaar besloot er echter niet bij te laten zitten. Hij leende €500 van zijn opa en vertrok richting Oostenrijk. Zo heeft hij het eens een keer laten weten in het Paddock Praat podcast van de Formule 1 magazine. Daar ging hij netwerken, als je het zo kunt noemen. Norbert Hauk, destijds motorbaas van Mercedes, was daar namelijk ook. Albers dook een paar avonden met hem de club in. Waar Hauk na afloop vervolgens richting zijn hotel vertrok, moest Albers vanwege zijn lege bankrekening in zijn huurauto slapen. Lang verhaal kort, aan het eind van de rit heeft het netwerken zeker gewerkt. In 2003 verscheen Albers namelijk voor het AMG Mercedes-Benz fabrieksteam in de DTM, de Deutsche Tourenwagen Masters. Hier werd hij tweede in het kampioenschap, waarna hij in 2005 zijn gedroomde debuut in de Formule 1 wist te maken. Hier kwam hij uit voor het team van Minardi. Zijn enige WK-punt behaalde hij direct datzelfde jaar. Tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten kwam hij namelijk als vijfde over de streep. Een heel mooi resultaat, wel met de kanttekening dat er maar 6 auto's mee deden. Vanwege problemen met de Michelin-banden besloten namelijk maar liefst 14 auto's om geen deel te nemen. Het hierop volgende jaar stapte Albers over naar Midland F1 Racing. Het voormalige Jordan en het toekomstige Spyker F1. In 2007 haalde Albers de krantenkoppen, maar helaas niet in hele positieve zin. Tijdens de Grand Prix van Frankrijk reed hij namelijk na een pitstop de pitstraat uit met de volledige tankinstallatie nog op de auto. De grote Niki Lauda noemde dit destijds de domste actie die ik ooit in de Formule 1 heb gezien. Al deden Raikkonen en Massa hem dit niet veel later nog eens een keer na. Albers stak de hand echter in eigen boezem en erkende zijn fout. Op 10 juli van dat jaar kwam er een einde aan zijn koningsklasseavontuur. Albers keerde hierna terug naar de DTM, maar wist met het Futurecom TME-team geen punten te scoren. Wel gooide hij hoge ogen tijdens zijn debuut in de American Le Mans serie, waar hij in 2008 samen met Emanuele Pirro beslag wist te leggen op de tweede plaats tijdens de seizoensafsluiten op Laguna Seca. Toen ik besloot DTM te gaan rijden, verklaarden velen mij voor gek. Maar om deze kans was het mij vanaf het begin te doen. Zo klonk het trots na afloop. 2010 nam hij voor de tweede keer deel aan het wereldberoemde 24 uur van Le Mans, maar hier kwam hij verder niet in actie. Dus het is nogal een veelbewogen racecarrière met hoge pieken en ook wel hele diepe dalen. Maar tegenwoordig heeft Albers het uitstekend voor elkaar hoor. Hij woont namelijk lekker met zijn gezin op Monaco tussen de Formule 1 coureurs. En misschien kan hij Max eens een keer de groeten doen. En goed, dat was hem dan, de GPFan special van het leven van Christian Albers. Vond je dit nou een leuke video? Laat het weten in de comments hieronder. En ik zie jullie volgende week weer bij een gloednieuwe leven van hier op GPFans. Hoi!